Goedendag, mijn naam is Gerben. Ik loop nog even een keer met jullie de fronttank door. De kraan die erop zetten, de tanks. En de basis is heel simpel. We hebben een grote schoonwatertank en we hebben hier een 300 liter middelentank. Er zit een kranenstelsel op. Deze fronttank is eigenlijk volledig mechanisch gestuurd. Er zitten geen elektronische kleppen op. Dus het is altijd belangrijk dat je goed oplet dat alle kranen goed staan. De computer geeft niet aan als er een kraan verkeerd staat. De allereerste kraan is de hydrauliekkraan. Ook al de bypass genoemd. Met deze kraan kun je eigenlijk de hydrauliekstroom vanaf de trekker rechtstreeks naar de trekker terugsturen. Zet je de kraan dicht, begint de pomp te lopen, zet je de kraan open, staat de pomp stil. Het is belangrijk dat de kraan, de bypass altijd open staat, dus de pomp altijd uit als je aan deze kraan gaat draaien. De rode kranen die erop zitten, beginnen met de bovenste kraan A. Daarmee stuur je het water wat uit de pomp komt. Die kan naar nummer 2, naar achter, zet een pijltje bovenop, richting de spotsprayer. Hij kan ook naar voor, 1, komt hij in de middelentank. Staat hij in het midden, op de X, staat de kraan dicht. Kraan B, dat is de kraan die stuurt de retourvloeistof die uit de machine komt. Het is een rondpompsysteem, dus er gaat water naar achter. Er komt ook weer water terug. Er zitten ook 3 opties op. Hij kan naar boven op 4. Dan gaat hij rechtstreeks terug de middelentank in. Zo blijf je onder het spuiten rondpompen. Hij kan op standje 3 staan. Dan gaat het water achter bij de pomp weer terug erbij in. Dan blijf je dus water rondpompen van voor naar achter zonder dat je je middelentank gebruikt. Dat gebruik je bijvoorbeeld op het einde van de dag als je je machine wil reinigen zonder dat je aangemaakte middel wat je wil bewaren voor morgen gaat verdunnen. En hieronder zit een kraan C. Daarmee kies je het water dat in de pomp gaat. Dat kan of op standje 5 is dat je middelentank. Zet je hem om op 6 en pak je schoon water wat de pomp in gaat. Kraan D is een kraan die je kan instellen van 0 tot 100%. Hij zit zo op 0, zo op 100%. Daarmee stel je in hoeveel procent van het water je wil gaan roeren tijdens het werk. Heb jij een middel in die tank zitten dat snel neerslaat, kun je deze op 50% zetten, waardoor je continu extra blijft roeren in de tank. Als je max gaat aanmaken, kun je hem op 100% zetten dat je maximaal in die tank aan het roeren bent. Al deze kranen staat eigenlijk in deze tabel uitgelegd hoe ze moeten staan onder welke functie. Bijvoorbeeld, je wil gaan spuiten, spraying, A op 2, dus water gaat achter naar de machine. B op 4, dus het retourwater komt terug in je middelentank. En C op 5, dus je pakt water uit je middelentank. Vervolgens kun je D inzetten tussen 0 en 50% om te bepalen hoeveel je gaat roeren in je werk. Tweede optie, cleaning machine. Daarmee maak je de machine achter schoon. Als je de kranen hebt staan, zoals in deze tabel, dus A op 2, B op 3 en C op 5, dan is de enige manier waarop je water kwijtraakt uit je rondpompsysteem is achter door de doppen. Het water dat terugkomt van de spuit gaat rechtstreeks terug de pomp in. Derde optie, vullen. Deze optie vul je de middelentank vanuit je schoonwatertank. A zit op 1, dus na de pomp gaat het je middelentank in. Kraan B is de retourkraan, er komt niks retour, dus hoe die staat maakt niet uit. En als laatste kraan C pakken we schoon water, dus die zetten we op 6. Vervolgens klikken we hier op het flowmetertje, gaat die aan en dan kun je boven de liters aflezen die in je schoonwatertank gepompt worden. Rins, in dit menu spoel je de tank, dus maak je ook echt deze tank schoon. Dat betekent dus dat we water uit de pomp hierin willen hebben, dus we zetten die op 1. We willen daar schoon water voor gebruiken, dus we zetten kraan C op 6, dat we schoon water gebruiken. Vervolgens pompt dit water hierboven de tank in door deze spoelkoppen. Er zitten ook nog roerleidingen op naar verschillende nozzels door de tank. Die zitten eigenlijk achter deze kraan en hoeveel water we daar doorheen willen gaan sturen.
En vervolgens kunnen we ook sturen waar het water allemaal in die tank komt. Er zit hier een kraan. En daarmee bepaal je eigenlijk of je het water, zijn twee verschillende zones, naar welke zone je dat water stuurt. Die kun je de ene kant op de andere kant op sturen. De ene zone, dat zijn deze nozzels. De tweede zone zit onder de tank. En die loopt hier naartoe, naar deze. Laatste optie is het een mixer preparation, oftewel het aanmaken van je mengsel. Dus zoveel mogelijk roeren in de tank. Dan zetten we deze kraan dicht en deze op 100%. Dat betekent dat we al het water wat uit de pomp komt, door deze sproeiers rondom in de tank gaan pompen. En we gebruiken hiervoor ook het water uit de tank uiteraard. En als we nu de pomp aanzetten, dan kunnen we ook weer met die zones en met het kraantje voorop bepalen door welke sproeiers we de tank gaan mengen. Wil jij een mengsel aan gaan maken bijvoorbeeld, en je hebt je tank maar zo vol zitten, kun je die bovenste dicht zetten, zodat je wel echt het roeren bent onder het waterniveau, zodat je geen schuim aan het creëren bent. Zit je tank veel voller, kun je deze ook openzetten om ook hier volledig gebruik te maken van het roerwerk.